Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Voort. En zoals je in de titel zag, heb ik vandaag weer een shoplog. Ik hou zoveel van shoplog opnemen en jullie vinden het ook altijd super leuk om te zien. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet op mij te abonneren. Heel veel van jullie zijn niet geabonneerd te kijken en dat is echt natuurlijk super jammer. Dus maak een screenshot dat je op mij bent geabonneerd, belletje aan hebt en stuur dit op Instagram op DM. En dan ga ik je misschien wel terugvolgen. Als je zin hebt in de video en als je benieuwd bent naar alle items, geef dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op Instagram, dus @saravanvoort. Ik laat je hier super veel updates over mijn YouTube. En als je me nog meer, wil stalken, dan zou ik me zeker volgen. Ik heb vandaag een samenwerking met Sofol en een samenwerking met Bios Fashion. Ik had deze twee pakketjes allebei binnengekregen en ik dacht, weet je, ik ga er gewoon lekker een shoplog van maken. En omdat deze video een samenwerking is, heb ik ook kortingscodes voor jullie die jullie kunnen gebruiken. Bij Sofol gebruik je Sarah18 en krijg je 18% korting op de hele collectie. En bij Bios Fashion is het Sarah en krijg je 15% korting. Dus wil je iets bestellen wat ik heb ook heb besteld of wat anders, gebruik dan mijn code en ik begin met het pakketje van Sofol. En ja, heb ik alles gezegd? Oké, ik begin met het pakket van Sofol. Eerst. Dit is een broekje. En ik vind het heel eng om broekjes te bestellen op Sofol, want bijna is het nooit goed. Maar ik vond dit echt een leuk broekje en ik heb broekjes nodig. En ja, ik hoop het gewoon dat goede maat, gewoon brede heupen en het gaat gewoon soms moeilijk broekjes in. Maar deze ziet er wel heel groot uit, dus ik denk dat het wel goed moet komen. En ik vind het ook wel leuk als ze een beetje oversized zitten. En ik heb deze in maat M. Nou, ik heb het broekje aan en hij past eigenlijk perfect. Hij is, ja, gewoon goed. Ik denk wel dat ik er een riem bij om moet, want hij is hier van achter zeg maar een beetje wijd. Maar dat heb ik altijd in mijn broekjes. Oké, ik heb even een strapless BH gepakt, want ik heb nu een strapless topje. Nou, in ieder geval een strapless BH nodig heb. En dat zijn deze topjes heb ik in 3 kleuren, omdat ik ze gewoon heel leuk vond. Alleen deze kleur is veel geler als op de foto. In ieder geval veel geler dan ik had gedacht dat hij was. Kijk. Het is een beetje een geelachtige beige kleur. Maar weet je, dit kan alsnog leuk zijn. En deze heb ik ook in de kleur wit en in het zwart. Dus die ga ik alle 3 tegelijk even aantrekken. Kijk, eerst de zwarte en de witte nog. Ik heb hem ook in het zwart. En dit zijn echt topjes die overal leuk zijn. Altijd goed zijn. Ja, en deze. Want ik heb deze volgens mij alle 3 gewoon in maat M. Dus gewoon wit. Dus die ga ik alle 3 om beurt even aandoen. Oké, ik heb het eerste topje aan. Zoals je ziet is hij een beetje gelig. Maar ik vind het dus niet per se heel erg of zo. Ik vind het op zich wel gewoon leuk staan. Het is niet dat ik denk van, oh, doordat hij nu wat geler is, doe ik hem nooit meer aan. Hij ziet er zo uit van achter. Gewoon eigenlijk hetzelfde als van voor. Simpel hemdje. Dit is hem in het wit. Volgens mij heb ik hem verkeerd om aan of zo. Ik weet niet wat het is. Maar het is hem in ieder geval in het wit. En dit is het topje in het zwart. Ik vind hem denk ik in het zwart het leukst. Want sowieso vind ik altijd alles in het zwart het leukst. Want het zwart staat gewoon het mooist. Het is gewoon feit. Maar ja, dit is, staat heel leuk. Oké, next. Dan hebben we dit. En hier heb ik al een jurk van. Hier heb ik al een rok van deze stof. En ik heb er nu ook een broekje van. Maar dit is gewoon zo'n mega leuk stofje. Ik vind het zo leuk gewoon. Leuk printje. Heerlijk stofje. Ja, ik doe gewoon meteen aan. Dan nog een topje. Ik vind het gewoon leuk om topjes te bestellen op deze website. Want sowieso lange broeken vind ik echt verschrikkelijk. Dat is gewoon bijna niet te doen. En dit is, oh, dit is heel groot. Lijkt wel. Nou, valt wel mee. Dit is gewoon een leuk kanten crop top. Die staat hier denk ik ook echt heel leuk op. Let's try it on. Ja, dit is ook heel leuk. Hier kan eigenlijk ook bijna niks fout aan gaan.
Gewoon een super leuk kanten topje. En hij is zeg maar cropped zo. Het is gewoon altijd leuk. Oké, dan heb ik hier een tas. En dit is een, hoe is dat? Stoprood tas. En deze heb ik ook in het zwart van Shein. Maar ik heb dus nu deze in het wit. Kijk, nu zie je het goed. Dit is een beetje de stof. Ja, echt. Ja, echt kwaliteit is het niet. Tuurlijk niet. Maar ja, het is gewoon een leuk simpel tasje die zo omdoet. Ja, dit is het eigenlijk. Gewoon een leuk tasje. Dan iets wat ik niet kan herinneren. Nou, ik kan me echt niet herinneren dat ik dit heb besteld, maar het zal best. Dit is een topje. En dat moet je denk ik om je heen knopen. En dat soort dingetjes, dat soort topjes vind ik altijd echt heel erg leuk. Dus, let's try it out. Oké, ik heb hem nu zo aan. En ik heb dus hier twee van die dingen zo. Ik denk dat het eerst naar achter moet. En dan zo naar voor, denk ik. En dan dat je hier een knoopje maakt of zo. Ik denk dit. Of dat je hem achter moet insteken. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, hoe dan ook. Ik vind hem niet echt leuk op dit boekje staan. Maar het is wel gewoon een leuk topje die je lekker in de zomer aan kan doen. Dan hebben we nog zo'n zelfde kleurtje. Ik ben helemaal in deze nude kleur beland of zo. Dit is nog een topje. Hoeveel topjes kan je hebben in je leven? Het slaat nergens op. Ik kom altijd shirtjes tekort. Dan heb ik hem op zich wel een leuk broek. Dan denk ik, ja, wat moet ik hier nou opdragen? Je wil ook niet zomaar altijd hetzelfde shirt aan. Maar dit is gewoon, ja, zo'n basic topje. Het is allemaal heel basic, maar ik hou gewoon van basic. Want dan kan je gewoon leuk aankleden met sieraden en een jasje en een tasje. En dan is het meteen alweer leuk. Dus, ja. Zo, ik heb hem aan. Ja, dit is gewoon leuk. Ik heb wel een doorschijnende BH aan, dus ik kan beter een witte BH eronder aan doen. Het is gewoon een leuk, simpel topje. Dat je echt gewoon overal kan combineren. En dat vind ik gewoon zo chill. En ja, Savoel heeft ze. Dus zoek je ze. Savoel heeft ze. Ik denk dat ze het ook wel in het wit en het zwart hebben, maar ik heb ze al in het wit en het zwart. Dus ja, dit is een tweedelig ding. Dit is een rok, zo, witte rok. Met een wit topje erop. Superleuk. Gewoon een soort two-piece. Heel leuk en heel leuk en dan nog weer, want ik heb een zwarte string aan. Maar ik heb echt geen zin om het helemaal te veranderen, jongens. Maar wauw, dit is zo leuk met die split. Kijk hoe leuk dit is, jongens. Dit vind ik echt heel leuk. En ik schaam me voor die ding. Ik vind het topje zelf echt wel heel leuk. En het rok erbij maakt het nog 10 keer leuker. Dus dit is echt een goede two-piece. Dan alweer het laatste van Savoel. En dit is een joggingbroek volgens mij. En ik heb echt joggingbroeken tekort. Want ik leef erin. Vooral tijdens quarantaine. En deze heeft zo'n leuke streep op de zijkant. Met love. En ja, ik ga die lekker aan doen. Oké, ik heb de joggingbroek aan. Dit is niet een echte veter, dus dat vind ik wel jammer. Want ik hou ervan om het even aan te trekken. Maar heel leuk. Heel leuk met die zijkant zo. De joggingbroek zit echt perfect gewoon. Het is meer een soort legging-achtige joggingbroek. Maar heel erg leuk met die zijkant zo. Jee, top. Kan ik weer lekker leven. Oké, dan het andere pakket van Bijls Fashion. En hier heb ik ook echt benieuwd naar. Daar heb ik als eerst dit
rokje van. En ik draag dus nooit zulke rokjes. Maar misschien is dat me wel hartstikke leuk. Dus... Alright, dit is het jurk, het rokje bedoel ik. Super schattig. En ja, ik weet niet, ik vind het nog best wel leuk staan of zo. Het is iets wat ik echt normaal nooit aan heb, maar ja, het is op zich wel schattig. En ik vind het kleurtje echt heel leuk. Oké, ik dacht dat ik gek werd, maar ik zat even te denken, ik dacht, volgens mij heb ik dit rokje helemaal niet besteld. Maar, dat klopt ook. Volgens mij was het verkeerd gegeven, maar dat maakt helemaal niet uit, want ik had eigenlijk een witte flare. Maar ik vind dit ook gewoon super leuk en het is iets wat ik normaal nooit zou kopen. Dus misschien is het juist wel een keer leuk om een keer iets anders aan te doen, want ik vind het wel gewoon heel leuk staan. Daar heb ik dan ook dit shirt. En dit is echt een super leuke print erop. Ik hou ervan. Ik vind het echt heel leuk. Dus die doe ik ook even aan. Ik heb het shirt aan. Super, super leuk. Ja, het staat natuurlijk totaal niet op dit rokje. Dat kan natuurlijk echt niet. Maar het is wel gewoon een heel leuk shirt voor bij een broek of een flare broek. Is het echt heel leuk. En het heeft gewoon een super leuke print. Dus dat is altijd leuk. En dan als laatst heb ik nog dit jurkje. En ik heb zo'n soort jurkje in het zwart. En ik vond die zo leuk. En nu heb ik hem ook in het wit. En het heeft dus allemaal hartjes erop. Super cute. En het voelt echt aan als hele goede kwaliteit. Echt 10 keer beter als het voelt. Ja, dit voelt wel echt als goede kleding aan. Maar ik ga hem even aandoen. Oh ja, dit is echt zo leuk. Ik vind het echt leuk met mijn Dr. Martens eronder of zo. Echt super schattig jurkje. En het voelt echt aan als super goede kwaliteit. En zit heel lekker, super zacht. Je hebt dus ook nog zo'n onderrok eronder. Dus dat is echt heel chill. Ja, heel erg leuk. Dus dat waren alle items. Ik ga me weer even omkleden en dan ga ik de video afsluiten. Zo, dit waren alle items. Ik hoop dat jullie de items leuk vonden en dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Wil je nou ook wat bestellen? Klik op mijn link en bestel het. Gebruik mijn kortingscode voor FullSarah18 en voor bij ons Fashion gewoon Sarah. En ja, ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog, abonneer en volg me op Instagram. En dan zie ik jullie heel snel weer. Bye bye!